Hele goede morgen. Fris en fruitig, om 2 uur ons bed uitgestapt. Om 3 uur waren we op de tender, toen zijn we vertrokken richting België. Ik heb in Eersel de aanhangwagen neergezet. Vanuit Eersel hier naartoe, we zijn nu in Beringen, als ik het goed zeg. Bij Bitfood hebben we 2 pelletjes voor de olioren. Ik heb zelf mijn pompwagen er al uitgehaald. Stond in de kist aan de oplader. Die gaan we zo over naar binnen rijden. En dan gaan we die 2 pels lossen en gaan we weer door. Yo! Nou, ik heb wel een leuk weetje, tipje. Ik wist het zelf ook niet. Maar in Rotterdam kwam ik een monteur tegen van de BT. En hij zegt, weet jij trouwens dat als je op een hele korte ruimte staat, dat die gewoon met het handvat omhoog kan rijden? Ik zei, nou ja, wist ik niet. Hij zegt, ja, moet je ze 2 keer snel tikken. Dan moet je misschien even dichtbij komen filmen. Als je dat 2 keer tikt, dan staat die op slow. En dan kan je gewoon met het handvat omhoog. Nou, is dat even mooi? Soms sta ik ook wel eens klem tegen de wand, in de bak. Ja, dan kan ik mijn handvat niet eens meer achteruit krijgen. Dus dan is dit echt ideaal. Ik kan gewoon omhoog rijden en dan staat hij op slow. Dus dan gaat hij ook niet zo snel. Ja, top. Wiebel, wiebel. Ja, dat is mooi van die IPP-pellets. Die hoeven niet te ruilen. Dat scheelt. Dat is klaar. Nou, voor hier zit het erop. Wij gaan het volgende adres in België. Dus hebben we de 2 in Hamond-Achthot. En dan zie je er meer. We hebben hier 3 pallets. Dan gaan we naar 900 meter verderop. Daar hebben we er nog eentje en daar gaan we de 2 lossen. Nou, we zijn binnendoor naar het andere adres gereden. Hier is wel een leuk adres, want hier heb je al van die hoge roldeuren. En dan kan je helemaal naar binnen rijden en dan kan die roldeur weer dicht. En dan hebben ze ook aan de binnenkant een soort perronnetje. Het is wel leuk om even te filmen en even te laten zien. Ga ons even melden en dan zien we zo verder. Hallo. Hallo. Ik kom lossen voor de olioren. Ja, kom maar aan. Oké, dank u. Nou, ik zei daarnet natuurlijk dat ik binnen zou lossen. Maar al hun eigen wagens die staan nog binnen, dus dat gaat helaas niet. Dus er staat ook een overheaddeur ernaast. Even met rietstruc gelost is ook prima te doen. En even sneller, anders moeten we wachten op die deur. Dus nou ja, volgende keer beter staat hij weer binnen. We hebben hem vast neergezet op de losplek in Bergijk. We gaan ons even aanmelden. 2 pelletjes voor de oliehoren. Hoi, morgen. Ja. 2 pelletjes, oliehoren. Helemaal goed. Top, gooi ik hem even open. Dat is goed. Joep. Jij is in de lengte, hè? Jo. Handig de vouwdeurtjes. Kunnen overal lopen. Krijg hier een tank mee retour. Zet ik die ene pallet bierenko zet ik alvast even aan de kant. Gaat die retour tank weer voorin. Zet ik die pallet er weer tegenaan, dan hoef ik het zo meteen niet meer om te zetten.
Ja, zoals jullie hebben kunnen zien van bovenaf, het was eventjes een keertje steken. Ik moest ook uitstappen. Want kijk, zoals van dit punt ook, dit was mijn zicht. Dus je ziet en het blok links niet en rechts niet. Dus ja, dan moet je gewoon een keertje uitstappen om het goed te zien. En dan is het wel vrij lastig om in te steken, maar uiteindelijk lukt het wel. Want hij staat kaarsrecht voor de deur. Maar ja, soms heb je van die adresjes ertussen, dan is het een beetje krap. En ja, op zich ging het hier er wel indraaien, maar het is gewoon moeilijk. Want je kan er niet omheen kijken, dus je moet een keer uitstappen. Wij gaan naar binnen en we gaan lossen. Voor de hygiëne moeten we weer de muts op. Ik zal hem iets verder doorhalen. We moeten ons even inschrijven. Wat aan je voeten wassen. Ja, heb ik al begrepen dat dit vrij snel moet. Als het dan deze groen wordt. Hup! Oh, hup als spoothoof. Hoppatee. Nou, hartstikke mooi. Dit zit erop. Dan gaan we die bak even lossen. Nou, we hebben hier 7 van die tanken. En er wordt wel eens gevraagd, wat zit er nou eigenlijk in die tanken? Nou, we hebben nu 5 tanken met raapolie en 2 met zonnebloemolie. En wat gebeurt ermee? Zij bakken hier gewoon. Zij hebben hier heel veel schnitzels, kipfilet, noem het allemaal maar op. Die bakken ze gewoon voor in die olie. En ik hoorde net dat er gewoon een tank per dag van die olie, dus bijna 1000 liter olie doorheen gaat. Alleen voor het bakken. Dat is wel aardig wat. De pollen zijn er al uit. Ik heb 2 van de vorige, van de volgende adres heb ik even aan de kant gezet. En die lege tanken schuiven er gewoon allemaal tussen. Hoef ik niet te draaien, ze zijn super licht. Dus je duwt ze er ook zo tussen. Duwen ze zo naar voren en dan kunnen we straks zo bij die andere klant. Goud adres hier. Alle fussen staan al klaar. In ieder geval, die zijn meteen klaargezet dat ze zagen dat ik eraan kwam. Ik heb de wagen geschaard. Ik heb 2 eurotjes zelf hier. En ik krijg er 4 mee terug. Nou, wordt geteld. Ook wel relaxed. Ik heb een pompwagen natuurlijk nog in mijn aanhangwagen staan. Dus ik heb even eentje van hun mogen lenen. Ook elektrisch, dus dat is wel beter. Dus gooi het even erin. Eerst even die 2 pelletjes eruit. 4 erin. Kunnen we door. Kijk, dit is ideaal. Dit leg je dus op die vork van die pompwagen. Daar gaat dan weer de lepel doorheen en zo kan hij nooit van de lepels afkantelen. Ideaal. Top systeem. Deuren weer dicht, dan hebben we er nog eentje in Tilburg en die staat in de aanhangwagen. Zijn we met de motorwagen klaar? Papieren hebben we hier ook weer terug. Wij gaan naar Tilburg, die staat in de aanhangwagen. Motorwagen zijn we helemaal klaar mee. Pompwagen staat ook nog in de aanhangwagen, dus dat is relaxed. Kunnen die zo in Tilburg lossen? Nou ja. We gaan nog even een keer naar Tilburg. Tot zo. Ja, zo maken we dus die beelden. Nou, het zit van geen meter. Pijn in mijn voortanden. En nu
dan ga ik hem afdoen, want de beelden zijn geschoten. We gaan naar binnen. We gaan het laatste adresje Tilburg nog lossen. En dan gaan we naar huis. In ieder geval een stuk terug. Zijn we 3 uur begonnen. Het is bijna 2 uur. Dus dat is ook wel mooi geweest. Voordat we een keer thuis zijn, een beetje voor de file terug. Laatste pelletje van de dag. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Retourpelletjes erin. En klaar. Die worden al gehaald. Dat is helemaal top. Zo, wij hebben er weer een leuk dagje op zitten. Net een paar klantjes over de grens van België. En een paar op de terugweg, net weer over de grens. Als laatste hebben we Tilburg gelost. Nu zijn we op de terugweg. We zijn via de A27 gegaan. We zitten bijna bij Lexmond, op de A2 bij Everdingen. Dikke uur rijden en dan zijn we terug op de tender. Maar vanavond hebben we een dikke vette fotoshoot. Die ook op Insta komt. Met wat special effects. En nou ja, willen jullie die zien? Blijf kijken. Hier zijn we. Dikke Insta foto's aan het maken. Check dit dan. Ik verbrand bijna mijn handen. Ah, ik verbrand echt mijn handen. Nou ja, die doet het vet lang. Maar het is vet heet. Maar goed, we hebben vet coole foto's geschoten met de wagen op de achtergrond. Sowieso te zien in de vlog en op Insta. Ga het even checken. Ah, het was wel een hele beleving eigenlijk dit. Het is gewoon ingebrand. Het is echt heet. Het was een bizar lange dag. We zijn om 3 uur begonnen. Het is ondertussen al over 10. We hebben echt coole foto's geschoten. Die zien jullie nu al voorbij komen. Links en rechts. Maar niet te vergeten, eind juli staan wij op Trukstar. Laatste weekend van juli. We staan het hele weekend er. We staan bij de Scania met mijn wagen. Als je me wil ontmoeten, ze doen ook een meet and greet. Dus dat is sowieso cool. Als je dat wil meemaken met mij op de foto, handtekening, je kan allemaal. Kom dan naar Trukstar. Dit was hem weer voor deze vlog. Nou ja, tot de volgende keer.